Ik ben Maurits de Bruin, schrijver van Ook Mijn Holocaust, het boek dat onlangs 1 mei is verschenen. Ik ben 35 jaar oud. Ook Mijn Holocaust is mijn derde boek, het eerste boek dat non-fictie is. En ik ga voor Pantheon Boekhandel wat vragen beantwoorden over dit boek. En die eerste vraag is of ik ook mijn Holocaust kort kan samenvatten. Nou, dat ga ik proberen. Eigenlijk is de ondertitel al een soort samenvatting. Want die is een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar. En in het boek onderzoek ik hoe het oorlogstrauma van mijn moeder heeft ingegrepen op mijn leven. Dus niet alleen mijn opvoeding, maar ook nu, tot en met nu. Daar staan ook die 35 jaar voor. Die 6 dagen staan voor een reis naar Israël die ik maakte op mijn 12e, samen met mijn vader. En tijdens die 6-daagse reis werd mij pas duidelijk dat het verhaal van mijn moeder niet bij haar stopte, maar bij mij verder ging. En ik zal heel kort even schetsen wat de achtergrond van mijn moeder is, want anders lijkt het alsof ik er de hele tijd omheen dans. Mijn moeder werd in 1943 geboren in Amsterdam. Toen zij een maand oud was, werden haar ouders en haar 2 zusjes opgepakt en gedeporteerd. Ze zijn in Sobibor terechtgekomen en zijn daar vermoord. Mijn moeder is ontkomen doordat ze door haar ouders aan de buren is gegeven, overgedragen, toevertrouwd. En vervolgens is mijn moeder vanuit Amsterdam, ja, een soort ondergrondse reis, terechtgekomen in Zuid-Holland, in het Westland. En in dat dorp bij een kinderloos gereformeerd echtpaar terechtgekomen, die haar hebben opgevoed. En uiteindelijk ook mijn grootouders zijn geworden, gelukkig. Nou ja, het boek gaat dus reflecteert op die gebeurtenis en hoe, ja, verstrijkend de gevolgen daarvan zijn. De volgende vraag gaat over die ondertitel, een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar. En de vraag is specifieker waarom ik voor die opzet heb gekozen en hoe ik dat heb aangepakt. Ja, het boek is ook opgedeeld in die 6 dagen, dus iedere dag representeert een hoofdstuk. Zo begint de reis in Tel Aviv op zaterdag 19 oktober 1996. En nou ja, een reis is sowieso een hele fijne vorm, vind ik, als lezer, om meegevoerd te worden. En ik hou ervan als schrijver, of kan het ook vaak niet helpen, om te springen in de tijd. Dus dat doe ik in dit boek ook heel vaak. Die reis vond plaats op mijn 12e, maar ik reflecteer vanuit het nu op die leeftijd en op die periode. Dat is misschien wel belangrijk om te vermelden. Dus het is niet alleen het perspectief van die 12-jarige jongen, maar ik switch eigenlijk ook de hele tijd in de tijd. Ik beschrijf ook dingen die daarvoor gebeurden bij ons thuis, die ver daarvoor gebeurden natuurlijk in de oorlog, en die tussen toen en nu zijn gebeurd. En ja, waarom ik ervoor gekozen heb, omdat ik wist dat voor mezelf die reis zo vormend was geweest. Het was de eerste keer dat ik zonder het hele gezin langdurig was. En want ja, in een gezin van 6, ik heb 3 broers, is er weinig rust. En ik miste dat ook wel in dat gezin, rust en reflectie. En ja, in Israël gebeurde er iets, waardoor ik dichterbij ook dat Joodse verleden van mijn moeder kwam. Want mijn moeder is dus, zoals ik net vertelde, door een gereformeerd echtpaar opgevoed. Wat ervoor heeft gezorgd dat haar Joodse achtergrond, ja, een hele sluimerende aanwezigheid was in ook mijn opvoeding. En in Israël merkte ik, hey, maar er bestaat een narratief waarin ik Joods ben. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat ik niet meer gereformeerd ben?
kan dat Jood zijn iets anders zijn dan alleen die oorlog? Want dat was eigenlijk de context waarin ik Jood zijn kende, oorlog en religie. En nou ja, in Israël openbaarde zich een hele cultuur aan mij. En dat land is ook later in mijn leven heel belangrijk gebleven. In die zoektocht naar die Joodse identiteit. Dus vandaar dat dat de vorm is geworden. De volgende vraag is dat ik een aantal keer de termen spiegelverhaal en tweelinggebeurtenis noem in het boek. En of ik iets wil vertellen over de betekenis daarvan. En het belang daarvan voor mij. Ja, dat wil ik. ja, zoals ik al zei, switcht het boek veel in de tijd. En dat is omdat ik dan bijvoorbeeld in Israël op mijn 12e iets heb meegemaakt wat me nu zo terugkijkend één op één doet denken aan een patroon bijvoorbeeld dat zich later ook nog heeft gevreekt. Zo gaat het bijvoorbeeld op een gegeven moment over parentificatie. En dat is best een belangrijk thema in het boek. Parentificatie wil zeggen dat een kind langdurig zorgt voor een van zijn ouders of beide ouders. En dat dat patroon dus later in het leven ertoe leidt dat, nou ja, in mijn geval, ik nou ja, ook als kind en eigenlijk nog steeds moet ik dat een beetje afschudden, heel plezierig gedrag vertoont. Dus eigenlijk niet zozeer in contact staat met hun eigen gevoelens en grenzen, maar heel erg anticipeert op het gedrag van anderen en overdreven meegaand is. En dat is iets wat tijdens die reis al bleek, doordat ik veel te behulpzaam was eigenlijk en tassen van medepassagiers, medereizigers droeg, want we namen deel van een groepsreis. Maar dat vreekte zich daarvoor natuurlijk ook al, dat was daarvoor ook aanwezig in mijn leven. En daarna, en ja, die spiegelgebeurtenissen die in het boek voorkomen, die stellen me eigenlijk in staat om die patronen uit de doeken te doen. En het geloof en de Bijbel speelt een grote rol in het boek, omdat ik dus, net als mijn moeder en vader, gereformeerd ben opgevoed en uit een behoorlijk gelovig milieu kom. En natuurlijk de Bijbel uit heel veel van die spiegelverhalen bestaat. En het is ja, daarnaast dus ook een beetje een truc. Misschien ook wel, was dat God het al in de Bijbel. Dat zodra je natuurlijk gebeurtenissen uit twee verschillende tijdvakken makkelijk aan elkaar kan verbinden, doordat er overlap bestaat. Denk ik ook dat het zich makkelijker laat vertellen. Ja. De volgende vraag is, ondanks het zware en persoonlijke onderwerp, vind ik dat het boek veel humor en levenslust bevat. Was dit belangrijk voor je? Zo ja, waarom? Ja, dat was belangrijk. Ik weet niet of het zozeer een bewuste keuze was. Ik kom uit een humorvol en levenslustig gezin. En dit boek is, nou ja, je zou het memoires kunnen noemen, maar het is ook het portret van een gezin. En dus het was heel raar geweest als ik een boek over dit gezin had geschreven zonder dat er iets te lachen viel, iets van die humor en levenslust zich zou vertalen in het verhaal. Het zou eerder onmogelijk zijn geweest dan dat het een heel bewuste keuze was. Of dat ik dacht, nou, er moet echt wel een tegenhanger komen voor die Holocaust. Er moet een beetje humor tegenover staan. Ik geloof wel dat het, hoop ook wel dat het zo werkt, achteraf gezien. Maar ik denk tegelijkertijd dat het toch iets complexer ligt dan gewoon een tegenhanger. Misschien maakt die humor soms juist het verdriet wel wat schrijnender, omdat in ons gezin ook die humor helemaal niet vrijblijvend was, maar echt een middel om erover te praten. Ik beschrijf ook op een gegeven moment in het boek dat het heel ingewikkeld is voor een gezin om een gemeenschappelijke taal te vinden, om over zo'n verdriet, trauma te praten. En humor was daarin absoluut de vorm waarin die taal werd gegoten voor ons gezin. En dat vond ik soms ook lastig, omdat ik dacht, ja, maar wat is er nog meer? Is dat dan alles? Kunnen we er flauwe grappen over maken?
daarmee grip krijgen, een beetje op waar we het dan toch over praten. En is dat dan? Dus ik beschrijf eigenlijk ook wel, ik reflecteer in het boek ook wel op die humor. Naast dat die dus aanwezig is. Nu is de vraag of ik een stukje wil voorlezen waarin de essentie van het boek goed naar voren komt. Er zat ook meteen een voorstel bij van bladzijde 191. En ik volg dat advies gewoon op. Daar ga ik in mee. Trauma nestelt zich in het lichaam. Het hoofd van mijn moeder zweefde tot een paar jaar geleden voor haar bovenlichaam uit, haar nek in een constante bolling. Ik heb scoliose, een kleine bochel tussen mijn schouderbladen en een asymmetrie in mijn onderrug die tot dagelijkse rugpijn leidde. Ook de ruggen van de broer die vertrok en de broer die het ook voelde zijn krom. Alleen de broer die bleef is aan deze familievloek ontkomen. En mijn moeder inmiddels ook. Ze heeft haar bijl nagenoeg weggespoord. Mijn ouders zouden mijn ouders niet zijn als ze geen tegengestelde beweging zouden maken. Mijn moeder wint aan kracht. Mijn vader zegt me dat de voorgeschiedenis van mijn moeder hem steeds zwaarder valt. Een week geleden belde ik hem op zijn vakantieadres. Alle nieuws over het virus had me bezorgd gemaakt. Ik luisterde naar zijn ademhaling, was alert op hoestaanvallen die niet kwamen. Ik vroeg hem waar die zwaarte vandaan komt. Ik had gehoopt dat het oplosbaar was, zei hij. Ik dacht aan het eindeloze klussen en opruimen in de weekenden, de pogingen het huis aan kant te krijgen dat mijn moeder, mijn broers en ik door de week tot een puinhoop maakten. Naarmate ik ouder word, besef ik dat die oplossing niet komt. Die oude angsten en die oude pijn is er nog steeds. Het gaat weliswaar beter met je moeder, ze is een stuk zelfstandiger geworden en ik vind haar heel krachtig, maar er komt geen loutering. Je moeder wordt helemaal niet beter. Terwijl het leven dat wel belooft, dat die verlossing komt? Ja, zeker weten. De volgende vraag is, ik hou het daarbij, want ik ben al best lang aan het praten, zie ik. Of ik denk dat mijn boek mensen iets kan brengen in deze tijden. Tijden van corona. En of het op een manier kan helpen. Nou, ja, dat vind ik dus zo lastig om te beslissen voor een lezer, voor alle lezers. Kijk, er wordt nu natuurlijk heel veel vergelijkingen gemaakt tussen de crisis, de trauma dat we nu meemaken als samenleving, zou je kunnen zeggen, en het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Op heel veel manieren gebeurt dat natuurlijk. Merkel deed dat al in de eerste week van de Duitse lockdown, geloof ik. Dat ze zei van sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we in West-Europa zo'n crisis niet meer gezien. Nou ja, ik vind die vergelijkingen, die zijn potentieel best problematisch. Want daarmee maken we volgens mij zowel het heden, dus die coronacrisis, als die Tweede Wereldoorlog vertellen we die te simplistisch. Ik denk dat het een spiegelverhaal is dat niet zo heel veel toevoegt. Maar ja, ik heb wel toevallig van mensen omheen gehoord dat ze nu dit speelt, met alles wat er nu speelt, geïnteresseerder zijn. Dan heb ik het over leeftijdsgenoten in de Holocaust. Kijk, voor mij is het verhaal zo vanzelfsprekend, zo verweven met mijn leven, zo belangrijk, Dat ik denk dat die blik op het verleden en vooral het verwittigen ervan, van hoe zeer dat verleden helemaal niet tot het verleden behoort, maar ook tot ons heden, dat het wat mij betreft ook een jaar eerder of 10 jaar later had kunnen verschijnen. Dus ik ga een wat minder commercieel handig antwoord geven door te zeggen dat ik denk dat het niet per se mensen in deze tijd helpt. Maar natuurlijk moet iedereen het wel kopen. Al was het maar om mij daarmee te helpen. Het gaat dus om ook mijn Holocaust. En mochten jullie het hebben gelezen,
en er met me over in contact willen komen, dan vind ik dat echt heel leuk. Dus op mijn website, mautbrein.com, staat ook mijn e-mailadres. En nou ja, dan kunnen jullie me met me in gesprek. Daar hou ik erg van. Tot zover.